Vandaag review ik de Galaxy Tab 10.1 inch versie van Samsung. Alsof het alleen maar over iPad gaat. In het laatste comscore in de United States had het 90-95% van al het verkeer was via tablets. Maar er komt gewoon veel competitie aan. Als je kijkt de laatste cijfers. Van GFK, maar, zeg maar alle verkoopcijfers worden gemeten, bleek dat op dit ogenblik al 46% van de tablets niet iPad zijn. Dus iPad heeft nog 54% van de, verkochte iPads, van de verkochte tablets. En 46% zijn andere tablets. Het grootste gedeelte is Android. Android. En dan heb je het over merken als Arcos, HTC, Asus en natuurlijk de Galaxy tab van Samsung. Die begon er al vroeg mee. Vorig jaar kwamen ze met de Galaxy Tab. En die was 7 inch. En dit vind ik zelf een geweldig maatje. Ik heb er hier altijd mee rondgelopen, omdat die gewoon in je binnenzak past. Dit is echt voor business is het een fantastisch ding. Ook voor allerlei toepassingen. En deze was al heel erg goed. Ook al was Android nog niet een operating systeem wat voorbereid was op tablets. Dus hier was ik echt heel tevreden over. En um, ze kwamen ook met andere modellen. De 8,9, 8,9 inch. Er komen bijzonder veel modellen aan. Van 5 inch, 7 inch, 7,7 inch. En um, zeg maar degene die in mei uitkwam, de 10,1 inch. Nou, de Galaxy Tab 10,1 inch. Wat valt hier nou eigenlijk aan op? Allereerst is die waanzinnig dun. Hij is echt dunner dan de iPad. Super dun. En als je ook inderdaad vergelijkt met. De vorige modellen van Samsung, dan is dat echt gewoon, hij is 0,6 centimeter. Dat is echt gewoon heel dun. Hij voelt ook gewoon super dun aan. Het tweede wat opvalt, een briljant scherm. Super helder en ook buiten, als je dat kijkt, dan is dit gewoon leesbaar. Als je er zonder op zet, dan werkt het niet. Dan moet je eigenlijk zo'n e-inkt uh, scherm hebben. Maar dit heeft een heel mooi, bright, helder scherm. Wat gewoon heel prettig is in de, om van te lezen. Dan ten derde heeft hij een ontzettend goede batterij. Echt, je kunt hier uren naar video kijken. En je hebt nog steeds gewoon daarna uren over. Dus het is echt gewoon van... Uh, dat, uh, dat is prima. Laden duurt ook wel uh, behoorlijk lang, maar uh, dit zijn wel gewoon, hier kun je prima een dag mee werken zonder, uh, met, zonder enig probleem. En als je dan vergelijkt met de iPad, wat dan het grote voordeel is, is dat je flash hebt. Je hebt gewoon volledig flash hier. Alle websites die werken, daar, uh, die werken daarop. Je kunt gewoon direct naar YouTube gaan, direct naar Vimeo gaan, direct naar alle, alle sites, alle honderdduizenden sites met flash. En dat kan met de iPad natuurlijk niet. Nou is de wereld wel aan het overschakelen, naar HTML5, maar het is toch wel fijn dat elke website gewoon werkt. Nou ja, wat zit hier, uh, wat zit hier dan op? Je hebt uh, de 10,1 inch, 10, inch. Aan de zijkant heb je de aan- en uitschakelaar. geluids, Aansluiting van microfoon en, of uh, de koptelefoon. En uh, je hebt hier een, uh, een simkaartje. Als je de 3G versie hebt, je hebt ook een Wi-Fi versie. En hier heb je onderaan heb je de... Tablet-aansluiting. En de tablet-aansluiting is dus niet USB, maar is gewoon des, um, des Samsung. En dat is dus een aparte. Hij ziet er echt uit als de iPad, maar dat is het niet. Het is echt weer gewoon helemaal van Samsung. Alle tablets werken wel op dezelfde manier. Maar uh, dat is dus een dus kabel die je nodig hebt om het op de PC aan te schakelen. Dus dat is de fysieke hardware. Licht, helder, mooi. Mooi afgewerkt, hij voelt erg degelijk aan. Over de achterkant is een beetje plastic. Maar over het algemeen voelt hij gewoon prima aan. Dan het Honeycomb Operating van Android, dat hier eigenlijk op zit. En dat is eigenlijk gewoon speciaal gemaakt van Android voor de tablets. En dat is de eerste versie. En dat, is, dat heeft meerdere, meerdere schermpjes die je gewoon, waar je gewoon uit kunt kiezen. Het heeft hier vier knopjes. Er zitten geen hardwareknoppen op, geen home-toets zoals bij de iPad, maar er zitten gewoon uh, touchschermpjes op. Je hebt een home-knop. Je hebt hier een knopje om alle open applicaties op uh, te bekijken. En daar kun je dan uh, gewoon doorheen gaan, net zoals de statusbalk eigenlijk uh, van, van Windows. En als je dan uh, ergens heen gaat, naar een videootje bijvoorbeeld, dan uh, begint het gewoon meteen te spelen waar je waar je was. Honeycomb is van, Air, is van Google, is van Android en hier zitten eigenlijk niet zo ontzettend veel specifieke Samsung voordelen aan. De implementatie werkt gewoon snel, vlot, het browser gaat gewoon goed, de fotootjes flitsen voorbij en uh, je hebt de Android store van, uh, je hebt de Android store van, van uh, Google. Daar heeft Apple nog een groot voordeel. Want de Android Store heeft veel minder specifieke apps voor tablets dan voor uh, dan de iPad. Dat, dat loopt nog een beetje achter. Op de mobiele telefoon is het helemaal geen probleem meer. Maar op de, uh, op de tablets loopt Android nog een beetje achter. Dat is gewoon een kwestie van tijd, maar dat gaat wel, uh, dat gaat wel komen. Dan iets wat mij enorm irriteert. Deze... Oude Galaxy Tab, ja, oud, hij is een jaar oud en hij werkt nog prima. Als je deze op de PC aansluit, dan kreeg je gewoon een harde schijf. Dan zei hij, ik wil mass storage hebben. Dan was het gewoon een harde schijf op je PC. En dat kon je dan ook gewoon kiezen. En dan kon je gewoon slepen, kon je allemaal faaltjes uh, in de muziekdirectory gooien, in de fotodirectory. Je, je kon het zelf doen. Je was niet afhankelijk van iTunes. Wat ik een gedrocht van een programma vind en wat je ook in de zakelijke wereld helemaal niet wil hebben. Je wil niet in de zakelijke pc gewoon iTunes moeten installeren om fotootjes erop te zetten, videootjes erop te zetten, boekjes. Dan kun je gewoon beter maar een harde schijf en slepen. Dus dit was echt gewoon voor de zakelijke omgeving uitstekend. Makkelijk, eenvoudig. En deze briljante zaak heeft dus gewoon eigenlijk, heeft Galaxy op deze nieuwe versie, hebben ze dat niet zo gedaan. Daar hebben ze een MTP-protocol, een media transfer protocol erin gezet, en dat is eigenlijk veel minder flexibel. Dat werkt op Windows PCs meestal wel. Dan krijg je een aantal folders waar je dingen heen kunt slepen, maar het is niet meer gewoon een harde schijf. Het is een beperkte vorm, zodat video's in de video directory terechtkomen en foto's in de foto directory, maar je kunt niet meer gewoon overal. Doorheen lopen. Wat een groot voordeel is van, uh, wat een groot voordeel is van uh, zeg maar, Android. Het is opener voor de gebruiker. Dus dat zit er nou, uh, en daarvoor heb je dan een programmaatje, en dat heet Kies. En dat hebben ze niet Nederlands, uh, dat is geen Nederlands woord. Kies is in Korea verzonnen. Dat, kende, dat was geen woord in allerlei andere talen. Maar Kies is dus een, uh, voor ons is het dus makkelijk. Maar Kies is dus een soort iTunes waarmee je programma's kunt synchroniseren. En je kunt ook direct uh, onder Windows heb je een basisondersteuning. Maar op de Mac moet je ook gewoon dat kiesprogramma gebruiken. En dat vind ik zelf uh, geen groot succes. Dat maakt het eigenlijk alleen maar complexer en ingewikkelder. En uh, dat betekent dat je in de zakelijke omgeving um, um, voor de Mac er moeilijker mee aan de gang komt. En met Windows moet je je dan houden aan dat media Protocol. Nou, dat is dan het enige, het grootste nadeel wat ik heb gevonden. Want ik vind het uh, ja, feit dat het flash doet, het feit dat het snel is, het feit dat het open is. Het is uh, ik vind dat Android, die tabletversie, is makkelijk te bedienen. Dus uh, wil je een alternatief hebben en wil je een meer open systeem hebben, wat gewoon op alle websites werkt, dan is deze Galaxy Tab 10 een uh, perfect ding. De prijs. Van de Galaxy Tab 10 is precies gelijk aan de iPad 479. Alleen je kunt wat betere deals maken, vaak met deze, met deze tablet. En uh, 599 euro met 3G erin gebouwd. En dan krijg je natuurlijk allerlei kortingen van, uh, van de telecombedrijven. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Maar het scherm is veel mooier, hij is dunner. Batterijleven is minstens net zo goed. En je hebt gewoon compleet flash. En je hebt een opener systeem. En het is echt. Uh, in het gebruik werkt het ding, uh, ding gewoon geweldig. Dus so far. De Galaxy Tab. 10 inch van Samsung. 10,1 inch van Samsung.